Nick Schilder heeft recentelijk zijn hart gelucht over het einde van het zangduo met Simon tijdens een openhartig gesprek in de nieuwste aflevering van Rooijakers over de vloer. Hij deelde zijn gevoelens over de moeilijke afscheidsconcerten en zijn ongenoegen over het verloop van het hele proces. Terwijl hij met Art Rooijakers sprak, benadrukte Nick dat hij niet boos was toen Simon de beslissing nam om uit elkaar te gaan als zangpartners. Hij erkende echter dat het hele proces hem niet helemaal beviel. Ik moest beschikken naar een traject waar ik eigenlijk niet voor gekozen had, wat behoorlijk wat tijd en energie van me vroeg, gaf hij toe. Maar soms moet je dingen doen voor anderen. En dat deed ik graag voor Simon, ondanks het emotionele zwaartepunt van de afscheidsconcerten, slaagde in kalm te blijven. Ik heb nooit gehuild of mijn zelfbeheersing verloren, deelde hij met roojakkers. Muziek bleek zijn grootste steunpilaar te zijn tijdens deze uitdagende periode. Net zoals ik in mijn puberteit deed. Als ik iets niet kon verwerken, pakte ik mijn instrument erbij. En dat heb ik nu weer opgepakt. Op de vraag of de relatie nu ongemakkelijk is tussen de twee voormalige bandleden, gaf Nick aan dat de sfeer nog steeds ontspannen is. We komen elkaar vaak tegen, maar het voelt allemaal vrij relaxed aan. Het is duidelijk dat we nu ieder onze eigen weg gaan. En dat merk je. Dus nu is het gewoon een fase waarin we elkaar wat minder spreken. Desondanks blijft Nick vastberaden om door te gaan met zijn muzikale carrière, nu als soloartiest. Hij droomt zelfs van internationaal succes, met hits in landen als Duitsland en optredens in Italië. Misschien kan ik daar wat kleine festivals doen. Dat lijkt me geweldig. Maar verwacht nog geen Super Bowl halftime show, voegde hij met een knipoog toe.